We gaan het vandaag, of in ieder geval deze meeting, hebben over hoe we de fossiele industrie kunnen verslaan. Natuurlijk geen hele simpele taak. We zijn ook al even onderweg met de pogingen daartoe. We zijn natuurlijk wel wat slagen geslagen. Maar ja, we hebben nog een hele lange weg te gaan. En ik wil eigenlijk gaan vertellen waarom ik denk dat ons nog niet goed slaagt om echt brede lagen van de arbeidsklasse aan ons te binden als klimaatbeweging. Natuurlijk hebben we aardig wat successen wel behaald en ook al massa's de straat opgekregen, laatst nog 80.000 mensen. Maar ja, ik heb toch wel het idee dat daar, het is nog vrij hoog opgeleid, veel mensen bijvoorbeeld uit de NGO-sectoren, dat soort plekken, maar niet de vrachtwagenmonteur en dat soort werkende mensen. En hoe komt dat? Ik denk gewoon simpelweg dat onze eisen gewoon niet goed aansluiten bij wat massa's zou kunnen bewegen. Maar misschien is het goed om eerst te beginnen. Waarom hebben we eigenlijk die brede laag van de werkende massa, van de werkende klasse nodig? We zijn op het Marxisme Festival, we zijn Marxisten, of hopelijk aankomend Marxisten. En wij geloven natuurlijk, wij weten dat verandering komt vanuit de werkende klasse. En dan is het natuurlijk wel interessant om even goed uit te diepen, wat is die klasse, of wat is klasse überhaupt? De meeste van jullie zullen het misschien wel weten, sommigen nog niet, dus ik probeer het toch even dunnetjes aan te stippen. We leven onder een systeem. Een systeem dat heet kapitalisme. En in kapitalisme bestaan er ruwweg twee klassen. Een arbeidersklasse en een kapitalistische klasse. En die kapitalistische klasse die is eigenlijk alleen maar bezig met hoe kunnen we nou zoveel mogelijk winst produceren. En die richt dus ook de samenleving in op een manier zodat er de meeste winst wordt gegenereerd. De arbeidersklasse die kan eigenlijk niks anders dan zijn arbeid, zijn lichaam en geest verkopen aan die kapitalist in ruil voor een loon of een salaris. En die twee zijn dus eigenlijk hebben tegengestelde belangen. Jij en ik, of de meeste van ons zijn werkende mensen, wij willen natuurlijk een zo hoog mogelijk salaris en de best mogelijke arbeidsvoorwaarden. En als het even kan, ook nog zo min mogelijk werken voor dat geld. Zodat we zoveel mogelijk van onze tijd kunnen spenderen en dingen die we zelf nuttig vinden, die we leuk vinden om onszelf te ontwikkelen. Maar die kapitalist die wil natuurlijk het liefst dat we zoveel mogelijk van onze tijd in de fabriek doorbrengen om voor diegene te produceren. En wat heeft het dan met klimaat te maken? Wat belangrijk is om te beseffen is denk ik dat voor een kapitalist is het natuurlijk, voor ons lijkt het heel erg irrationeel om door te laten gaan met schadelijke bedrijfsprocessen of winstprocessen die klimaatverandering veroorzaken. Maar vanuit de kapitalist is dat helemaal niet irrationeel. Is het vaak juist rationeel om dat te doen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe handelsroutes die vrijkomen over de Noordpool, omdat het ijs daar vrijkomt. En zo zijn er nog heel veel mogelijke manieren waarop het eigenlijk gunstig is voor de kapitalist om daar gewoon mee door te gaan. Los van het feit dat het hem eigenlijk ook niet zo heel veel interesseert. Het gaat gewoon om korte termijn winst binnenharken. En dan mag dus onze leefomgeving, onze levenskwaliteit en de levens van ons prima onder lijden. Daarnaast concurreren kapitalisten natuurlijk met elkaar voor zo groot mogelijk marktaandeel. En als je gaat concurreren met elkaar, dan moet je dus ook produceren voor dat waar je nog eigenlijk helemaal geen afzetmarkt voor hebt. Dus waar de concurrerende kapitalist ook nog voor produceert. Dat er dus enorme hoeveelheid overproductie. En veel daarvan wordt vervolgens ook nog eens weggegooid. Dat komt in onze oceanen terecht, dat komt in ons land terecht. En uiteindelijk dus ook weer in ons, zoals allerlei microplastics die weer in ons lijf terechtkomen, waar we ziek van worden. Um,
Ja, veel mensen denken dat het klimaatprobleem door de mens of door ons allemaal gezamenlijk natuurlijk, dat wij daar gezamenlijk de oorzaak van zijn. En of dat eigenlijk ook altijd zo is geweest. Terwijl de uitstoot pas in de laatste 200 jaar, sinds de opkomst van kapitalisme, echt deze drastische vorm heeft aangenomen die we nu zien. En daar heeft de mensheid als geheel natuurlijk eigenlijk heel weinig over te zeggen gehad. Iedere maatschappij bestaat eigenlijk uit twee belangrijke pijlers. Dus het voldoen van menselijke behoeften via arbeid, dus we produceren van alles om in onze eigen behoeften te voldoen. En hoe we dat doen wordt bepaald door het economische systeem waaronder we leven en hoe we die samenleving organiseren. Op dit moment is er geen enkele sprake van rationele planning van wat we maken, voor wie we het maken, wanneer we het maken en hoeveel we daarvan maken. We maken gewoon waar de kapitalist en de kapitalisten denken het meeste winst mee te produceren. Dus hoe we grondstoffen, arbeid en energie inzetten is eigenlijk niet aan ons. Maar als je erover na gaat denken, stel we zouden werkende mensen controle geven over wanneer wat we maken, wanneer, et cetera. Wat zou je denk je gebeuren? Stel de producenten, het bedrijf maakt meer winst. Zouden werknemers er dan voor pleiten om meer winst af te laten vloeien naar aandeelhouders? Of naar een hoger loon? Dat ze voor het hoger loon gaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor, zou de werknemer ervoor kiezen om in Gimoer bijvoorbeeld al die chemicaliën maar de rivier in te lozen? Dat denk ik niet. En ik denk dat daar ligt dus ook voor ons denk ik een sleutelrol voor ons als marxisten en revolutionairen, maar natuurlijk uiteindelijk voor de gehele werkende klasse, om controle te krijgen over die productie, hoe we dat produceren, voor wie en wanneer, dat we dat democratisch besluiten. Omdat wij denken dat als de fabriek, om het maar zo even te zeggen, in handen is van werkende mensen, dan gaan ze niet hun leefomgeving lopen vervuilen. Dan zorgen ze wel dat het op een andere manier opgeruimd wordt. Of, als het niet anders kan, dan produceren we het niet. We gaan geen luxe, enorme jachten bouwen. Waar enorm veel staal en grondstoffen voor nodig zijn. Nee, dat gaan we stoppen in het bouwen van treinen. Of andere dingen die volgens mij veel meer voor de hand liggen. Waar we als gehele klasse veel meer aan hebben. Zolang ons economisch systeem alleen nog maar om winst draait zoals het nu doet, gaat het ons denk ik niet lukken om simpelweg die fossiele industrie en kapitalisten gewoon te overtuigen door middel van argumenten om groen beleid te voeren. Fossiel en vervuiling zal nou eenmaal in dit systeem altijd voordeliger en winstgevender blijven. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij de COPs. Ieder jaar zijn er wel meer lobbyisten vanuit de fossiele industrie die dat proberen te dwarsbomen. Daar gaat enorm veel geld tegen in. En dat gaan we niet zomaar stoppen door middel van een appel op moraliteit of op luisteren naar de wetenschap. Kapitalisten zijn alleen geïnteresseerd in die wetenschap die ze winst oplevert. Al het andere, dat zullen ze al heel snel naar zich neerleggen. Dat is wel denk ik waar heel veel klimaatactivisten op zitten. Op een idee van, de meeste mensen zijn misschien niet voor goed klimaatbeleid omdat ze het nog niet goed snappen. Dus we moeten ze nog zien te overtuigen om voor goed klimaatbeleid te zijn of tegen kapitalisme te zijn. En dat proberen we te doen met allerlei eisen, zoals we willen klimaatrechtvaardigheid of we willen dat er geluisterd wordt naar die wetenschap.
En ik denk dat die eisen voortkomen uit hoe de klimaatbeweging er nu uitziet. Zoals ik al eerder zei, volgens mij zijn dat vooral toch wel hoogopgeleide mensen, gemiddeld genomen. Veel mensen die een beetje uit de NGO-wereld komen, op de universiteit hebben gezeten, leraar zijn, of op een andere manier wat meer in de kennisindustrie zitten dan in de maakindustrie. Om het dan maar zo even plat te slaan. Maar ja, we moeten kijken inderdaad naar wat zijn nou de mensen die we nodig hebben, die we willen binnenhalen in de klimaatbeweging. En wat is er voor nodig? Wat zijn hun omstandigheden op het werk, in hun leven, thuis, et cetera, waarop we kunnen aanhaken? Wat zijn sociaal-economische eisen die zij nodig hebben, maar die we ook kunnen koppelen aan klimaat-eisen? Want Nederland staat er niet zo best voor als we kijken naar bijvoorbeeld armoedecijfers. 5 op de 10 mensen in Nederland kan niet goed rondkomen. Dus er zijn er een heleboel, binnenkort wordt er ook bezuinigd op het onderwijs, op de zorg, et cetera. Mensen zitten met andere zorgen in hun hoofd dan misschien de klimaatcrisis, die over 10, 20 jaar, denken zij dan, los gaat barsten. Maar het is natuurlijk nu al aan de gang. Dus we zullen ook nu al eisen moeten gaan formuleren die 2 werelden bij elkaar gaan brengen. En ik denk een belangrijke, weg vooruit daarvoor is bijvoorbeeld wat we in Duitsland zagen. Daar zijn ze begonnen met Wirfahrend Zusammen, ofwel Wij Rijden Samen. Dat was een campagne van de klimaatbeweging en de vakbeweging, die dus de handen ineens sloegen voor gratis onderwijs. En dat is denk ik ook voor Nederland. Openbaar vervoer, ik heb gelijk. Gratis onderwijs ben ik ook niet tegen. maar dat is denk ik wel de weg vooruit. En ik denk dat het ook wel, bijvoorbeeld, we hebben al heel veel acties gevoerd hier in Nederland. Maar op het moment dat werkende mensen op Schiphol een paar dagen hebben gestaakt, heeft zoveel meer uitstoot gestopt dan alle acties die we tot nu toe hebben kunnen voeren, denk ik. Die macht om de fossiele industrie en fossiele sectoren te breken ligt echt bij werkende mensen op de werkvloer. En die moeten we gaan zien te mobiliseren en organiseren. En daarvoor moeten we dus onder andere bij de vakbond zijn. Dus ik denk dat het enorm belangrijk is voor klimaatactivisten om actief te worden in de vakbond. Dat is de plek waar de meest klassebewuste mensen al samenkomen. Dat is gewoon de plek waar we dus aansluiting bij moeten zien te vinden. Veel van de mensen die nu bij de vakbond actief zijn, en de vakbond zelf is natuurlijk ook nog lang niet zo ver en heeft zijn eigen interne problemen. Een behoorlijk bureaucratisch bolwerk wat moeilijk beweegt. Dat zien we nu ook rond Palestina. Maar juist dat Palestina laat ook zien hoe we de vakbond wel kunnen laten bewegen. Rondom 1 mei was er een groot Palestina-blok. Die zijn daar gewoon op eigen houtje naartoe gegaan. Dat hebben ze zelf georganiseerd. Dat was een erg grote 1 mei-demonstratie. En dat was eigenlijk ook de eerste keer dat 2 bestuurders, dus de voorzitter en Kip de Jong, zich publiekelijk op zo'n mars uitspraken tegen wat er in Gaza en Palestina aan de gang is. De vakbond is ook gewoon opportunistisch. En daar mogen we best gebruik van gaan maken. Op het moment dat de vakbond merkt dat er 2 leden ergens te behalen zijn, dan wel bij op het gebied van Palestina, zich daarmee te gaan bemoeien, of op het gebied van klimaat, dan zal het wel gaan bewegen. Het gaat niet zo goed met het ledenaantal bij de vakbond, het komt weer een beetje omhoog. Maar, hoe zou ik het zeggen, ze zijn wel eager voor nieuwe leden.
Dus daar moeten we zeker gebruik van maken. En dus de vakbond, onder andere via dat klimaatnetwerk FNV, ik denk dat dat een hele mooie plek is voor klimaatactivisten om in te stromen en actief te worden. Om de vakbond scherp te houden en onder druk te zetten. Daarnaast denk ik dat het voor ons heel belangrijk is om te gaan verkennen welke cao's of welke sectoren interessant zijn voor ons. Welke sectoren zijn strategisch belangrijk voor ons, maar ook welke sectoren kunnen wij een beetje als voorhoede gaan gebruiken om de eisen voor een beter loon, betere werkomstandigheden, et cetera, te combineren met klimaat eisen. Natuurlijk zouden we kunnen zeggen, iedereen moet dat kunnen, maar voor de vakbevuller is het misschien wat moeilijker om een aanknopingspunt te vinden dan voor mensen die op Schiphol werken. Voor mensen bij Tata Steel is het ook makkelijk om aanknopingspunten te vinden, maar voor de buschauffeur misschien wat minder, ik noem maar even wat. Maar daar moeten we denk ik heel goed over na gaan denken, welke sectoren zijn interessant voor ons. En daar zouden we denk ik onze pijlen op moeten richten. Omdat ook, ik denk succesverhalen gaan de boel denk ik makkelijker aanzwengelen. Dus dan moeten we een goede keuze in gaan maken. Yes, dankjewel. Een mooie voorzet voor het plaatje van Thomas. Dus, Thomas. Dat denk ik ook. De timer loopt, dus we gaan beginnen. We hadden vooraf even over en heel fijn dat Steven begonnen is met een wat meer hoog over wat misschien marxistisch-theoretische verhaal. Ik ben een praktisch mens, dus ik ga ook wat praktischere dingen zeggen. En hopelijk sluit dat aan bij het gesprek dat we hierna voeren. Waar ga ik dan beginnen? Ik denk dat het even goed is om te zeggen dat de klimaatcrisis natuurlijk gewoon al hier is. Soms praten we erover alsof het in de verre toekomst een keer gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk niet waar. De klimaatcrisis is hier. Misschien niet op dit moment hier in Amsterdam, maar wel hier op andere plekken in de wereld. Er zijn overstromingen in het zuiden van Brazilië, maar ook wel dichter bij huis in het zuiden van Duitsland, waar alweer wat doden zijn gevallen, als ik me niet vergis. We leven in een tijd waarin we mogen gaan zeggen, de klimaatcrisis is niet iets van de toekomst. Dat moeten we gewoon morgen gaan oplossen. Dat is niet alleen belangrijk om feitelijk te zeggen, want dat is feitelijk waar, maar het is ook belangrijk voor als je mensen wil gaan organiseren. En om die verandering te maken die wij willen, zullen we moeten gaan organiseren. De politiek gaat het niet oplossen, die ging het al niet oplossen, maar dat is nu evident. Extreem rechts, kabinet gaat bezuinigen waarschijnlijk erop, gaat zeker niet de klimaatcrisis voor ons fixen. Van de baas hoeft het ook niet te verwachten, daar hebben we net duidelijke uitleg voor gehad. Dan blijft er eigenlijk maar één groep over die het kan gaan doen en dat zijn wij. Jij en je collega's. Want wat Steven duidelijk zegt, er zijn momenten dat wij meer macht hebben, meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen. En dat is meestal niet op onze vrije zaterdag. Want dan maakt het eigenlijk niet zo veel uit wat je doet. Mag je zelf weten. Maak wat leuks van. Ga naar Marxisme Festival. Wanneer je dat op een maandagochtend om 9 uur doet, wanneer de meeste van jullie denk ik aan het werk zijn, dan wordt het wat interessanter. Dan heb je namelijk meer macht. Ik wil even een concept beginnen introduceren, dat bij de vakbond bekend is. Dat heet BOND, B-O-N-D. Wie heeft er eens aan gehoord? Ik zie iemand lachen. Het staat voor breed gedragen, oplosbaar, nu en hier en diep gevoeld. Waarom is dat een belangrijk concept? Omdat als je ergens mee aan de slag wil, dat het helpt dat jij niet de enige bent die ermee loopt. Vandaar breed gedragen. Het moet ook op te lossen zijn, want anders stel je een eis die niemand kan inwilligen. En dat is heel moeilijk mensen organiseren. Je oplossing of je probleem moet ergens in het heden liggen. Iets heel ver weg in de toekomst vinden wij als mensen moeilijk om ons aan te relateren. Dus nu en hier. En diep gevoeld. Want ja, je vindt het misschien wel vervelend en veel mensen vinden het vervelend en je zou het op kunnen lossen. Maar ja, ach. De klimaatcrisis is dankzij veel werk van activisten de afgelopen jaren breed gedragen geworden. Dat weten we uit peilingonderzoek. Het is ook duidelijk diep gevoeld bij een groep mensen. Misschien een andere groep mensen dan die bij Tata werken of in de fabrieken hier in de havens. Maar het is zeker diep gevoeld bij mensen. Maar dat betekent nog niet dat de klimaatbeweging altijd een antwoord kan geven op de oplosbaar en de nu en hier. En ik denk dat dat een groot deel is waarom we nog niet tot succesvolle acties kunnen komen.
In vakbondswerk zeggen we altijd, als je iets wil eisen, dan moet je de macht opbouwen om het te winnen. En dat is hier denk ik hetzelfde. Als ik dat bespreek met klimaatactivisten, dan zeggen ze, ja, dat is leuk voor jou uit de vakbondwereld, maar jij kan 2% loonsverhoging eisen. Wij moeten morgen de klimaatcrisis stoppen, want je kan niet onderhandelen met deeltjes in de lucht. Mooie zin, dus ook waar, daar kan je niet meer onderhandelen. Maar voor veel mensen in Nederland is 2% loonsverhoging ook niet een oplossing. En is het ook niet zo dat we daarmee er zijn. Daar hebben we ook een lange weg te gaan, maar daar maken we oplosbare nu en hier onderdelen van. En als we dat niet doen, dan gaan we nooit een procent loonsverhoging winnen. Ik kan wel elke onderhandeling of elke actietraject eisen met socialisme morgen, maar dat gaat niet gebeuren. Dus voor de klimaatbeweging ligt de grote uitdaging om hun grote probleem op te snijden in iets kleins, wat je bond kan toetsen. Is het breed gedragen, oplosbaar, nu en hier en diep gevoeld? Dat is denk ik een belangrijke stap en dat ga ik ook niet voor mensen doen. Dat zullen mensen met elkaar moeten bespreken hoe ze dat willen doen en hoe dat op verschillende plekken eruit ziet, zou ook anders zijn. Daaraan gekoppeld merk ik dat het bij de klimaatbeweging moeilijk is om een geloofwaardig plan om te winnen te vinden. Geloofwaardig plan om te winnen is ook weer zo'n concept en dat betekent, ik vertel jou of wij bezinnen met elkaar een plan. En als we de stappen uit dat plan doen en het lukt, dan is het geloofwaardig dat we daarna ook ons doel zullen bereiken. Stel, wij gaan allemaal maandagochtend op ons bedrijf of op onze werkplek staken en dan worden de fossiele subsidies in Nederland stopgezet. Klinkt niet geloofwaardig. Dat voel je meteen. Maar als we datzelfde zeggen en daarmee eisen iets veel kleiners, of we doen het met veel meer mensen, dan wordt dat een geloofwaardig plan om te winnen. Ik kan jullie niet vertellen wat van de klimaatbeweging het geloofwaardig plan om te winnen is, wat de stappen zijn en hoe we er uiteindelijk komen. En dat is denk ik een belangrijk onderdeel waarom het ook moeilijk is om actief te zijn. Het is moeilijk om actief te blijven als je niet kan geloven in de stappen die je aan het zetten bent naar het einddoel. Ik denk dat de klimaatbeweging een goede beweging heeft gezet. Ze hadden een tijdje de eis om de fossiele subsidies stop te zetten. En hun actie was om een stuk sneller te blokkeren. Het begint al naar een geloofwaardig plan te klinken. Maar de subsidie was wel een van de grootste in Nederland, als ik me niet vergis. De fossiele subsidies zijn al miljarden elk jaar. Ik weet het exacte bedrag niet meer uit mijn hoofd. Maar dat ga je natuurlijk niet voor elkaar krijgen met een klein stukje snelweg blokkeren. Als we kijken wat de boeren doen om hun gelijk te halen, dan snap je dat die machtsvergelijking spaak loopt. Dus klimaatbeweging zal moeten komen met een geloofwaardig plan om te winnen. En mensen zullen daar ook meer voor moeten laten en meer voor moeten doen. Als ik mensen op de werkvloer spreek, zeg ik ook altijd, prima als jij 10% loonsverhoging wil. Maar hoeveel wil je ervoor actie voeren? Want die twee moeten in verhouding tot elkaar staan. Die hebben we gehad, ongeduld. Wat ik persoonlijk soms ook wel lastig vind, alsof iemand in een financieel probleem jaren kan wachten tot we dat opgelost hebben. Jij stipt het al aan, ik denk om daar even goed op door te bouwen. De klimaatbeweging zie je eigenlijk vaak terug in verschillende doelgroepen. Een van die doelgroepen noemen we dan even heel plat de kenniseconomie, zoals jij het zei. Toch ook vaker wat jonge mensen, wat hoger opgeleid. Die zich uit solidariteit en betrokkenheid zorgen maken over het klimaat. Misschien ook vanuit persoonlijke overwegingen. Maar zij zijn vaak niet de personen die werken in de fossiele en verzuilende industrie. Waar je jaren van je leven kwijtraakt omdat je, weet ik veel, in een olieraffinaderij werkt in een nachtdienst. Dus je hebt daarin verschillende groepen. En die verschillende groepen zijn niet altijd even goed in samenwerken. Ik denk dat Tata Steel daar een mooi voorbeeld van is. Van waar het misschien beter kan, of waar het gewerkt wordt om het beter te doen. Er worden ook ontmoetingen tussen die groepen georganiseerd. En het zou mijn advies of suggestie zijn om een keer na te gaan denken hoe je op je eigen werkplek als misschien klimaatactivist die niet in de vervuilende industrie werkt, kan nadenken over welke impact jij kan hebben. Want bijna allemaal moeten wij werken in het kapitalistische systeem. En dat betekent dat we bijna allemaal ook als werkers macht kunnen uitoefenen. Maar ik ken nog niet de voorbeelden van zorgmedewerkers die gaan staken voor een schone ziekenhuis. Ik ken nog niet de voorbeelden van gemeenteambtenaren die het werk neerleggen totdat er alleen nog maar bij groene bedrijven wordt ingekocht. Dat zijn praktische zaken die zij kunnen doen, die ze kunnen winnen, als ze zich weten te organiseren. Gelukkig zijn er wel pogingen daar naartoe gedaan. De gemeente Amsterdam heeft een petitie gedaan. Medewerkers hebben een handtekening opgehaald en gezegd ons beleid moet beter. Dus je ziet dat er wel interesse toe is.
Maar aan de ene kant is de klimaatbeweging zelf er verantwoordelijk voor om dat soort acties op te gaan zetten. Aan de andere kant kan je je ook afvragen waarom de vakbond dit links laat liggen. Want er zijn geen banen op een dode planeet. Dat voor de groep die, de kenniseconomie groep, om ze even zo te zeggen. Het zou heel mooi zijn als zij ook kunnen laten zien aan de bredere maatschappij dat zij bereid zijn actie te voeren, lief en leed te laten, te staken, actie te voeren, wat voor manier dan ook, om die groene revolutie voor elkaar te krijgen. Want dan wordt het gesprek met de vervuilende industrie en de mensen die daar werken een stukje makkelijker. Want nu kom je vrij snel in het gesprek terecht. Jij, beste persoon in de vervuilende industrie, moet je baan stopzetten. En trouwens, dan moet je eigenlijk voor in actie komen. Je moet geld, lief en leed en ruzie maken om je eigen baan op te heffen. En dat moet je doen, want jouw baan zorgt ervoor dat de mensen in jouw omgeving doodgaan. Wie doet er mee? Ja, dat werkt niet. Bij Tata Steel hebben we gezien hoe het wel kan. En dat is een verhaal dat moet passen bij de mensen die daar het werk doen. Dat is een verhaal dat gaat over baanbehoud en ook een stukje trots op dat je mooi werk doet. En dat dat werk ook belangrijk is voor een groene toekomst. We zullen staal nodig hebben. Ook als we meer treinen willen laten rijden, hebben we staal nodig. Maar daar kan de klimaatbeweging echt nog stappen, denk ik, inzetten. Omdat je allebei de groepen nodig zal hebben. Zoals al gezegd, het gaat niet vanzelf komen en niemand zal ons voor onze klimaatcrisis gaan oplossen. Maar gelukkig zijn er ook succesverhalen. Want we moeten niet alleen over de problemen praten. We hebben de twee van de grote successen denk ik al genoemd. Successen zijn nooit volledige successen, want ja, waar zaten we hier in de socialistische helstaat en dan was het wat makkelijker misschien geweest. Yes. Het eerste voorbeeld van Tata Steel, hier in de buurt in IJmuiden, daar hebben de medewerkers het werk neergelegd omdat zij een bepaald soort toekomstplan wilden voor hun vervuilende fabriek. En dat toekomstplan wilde de directie niet uitvoeren en toen hebben ze erover onderhandeld en uiteindelijk ook gestaakt en het werk neergelegd. En voor de mensen die nog niet zo vaak gestaakt hebben, staken kost je geld. Substantieel geld als je goed verdient. En sommige mensen bij Tata verdienen goed, want ze doen zwaar werk. Dus dat betekent dat jij persoonlijk echt de kosten maakt. Na een staking moet jij weer de werkvloer op. En dan gaat je baas meestal niet zo aardig doen tegen je. Omdat ze het ook niet zo leuk vinden wat er allemaal gebeurt. Het is een intense persoonlijke situatie waar je instapt. Dat hebben deze mensen gedaan voor een groen plan. Een groen plan dat op dat moment gesteund werd door allerlei klimaatgroepen en actiebewegingen. Een groot succes op dat moment. Was het het totale succes dat we wilden? Nee. Ging het zo snel als we wilden? Nee. Maar echt wel een succes en ook best wel historisch dat mensen daarvoor actie hebben gevoerd. Nogmaals, op andere plekken is dat nog niet zoveel gedaan. Dat is het voorbeeld dus vanuit de vervuilingsindustrie. In Duitsland, Wir fahren zusammen. Heeft een voorbeeld waarin juist de klimaatbeweging samenwerkt met de buschauffeur, is het voorbeeld als ik me niet vergis. Klimaatactivisten stapten in de bus, gingen de bus door en gingen aan mensen in de bus vragen. De buschauffeur gaat op een gegeven moment staken, die staking komt eraan. Steun jij jouw buschauffeur als ze gaan staken? Ja, tuurlijk, ja, ik snap dat. Ja, dat is een praatje erover. En dan gingen ze de bus door en na een half uur hadden ze een blaadje vol met handtekeningen. En dan liepen ze naar voren. Zeiden ze tegen de buschauffeur, als jij gaat staken, steunt deze hele bus jou. Staak je mee? Nou, zeg dan maar eens nee. En deze klimaatactivisten in de eerste actie deden dat puur op standaard bread and butter, loon en gewoon werk stakingen. Maar ze lieten zien, wij staan dus solidair met jullie en we zijn met jullie. Nu komt er een nieuwe ronde aan, want zo gaat het in het leven. De onderhandelingen gaan altijd door. Je wil altijd wat minder werken en wat meer geld. En is een van hun eisen die nu opgenomen is, gratis groen OV. Daarmee heeft de klimaatbeweging een hele grote stap gezet. Want als deze buschauffeurs dat gaan eisen en als ze dat gaan winnen en ze gaan dat voor elkaar krijgen, dan heeft het een reële impact op het aantal deeltjes in de lucht die we omlaag moeten brengen. Het is langer werk, het is moeilijk werk. Het kost ons tijd en energie om een bus in te stappen en wildvreemden aan te spreken. Maar het is wel een extreem succesvol voorbeeld. En ik geloof dat de onderhandelingen nu lopen. Dus het is reuze interessant hoe ze en of ze het gaan winnen. Maar volgens mij een heel mooi voorbeeld hoe je die beweging en die groepen samen kan brengen. Dan ga ik afsluiten met een call to action, een actieoproep. Want dat hoort er natuurlijk wel bij. 22 juni aanstaande gaat er een OV-campagne starten in Nederland. Gebaseerd op het voorbeeld dat ik jullie net verteld heb over het Duitse voorbeeld.
22 juni, zet het in je agenda. Het staat onder andere op de site van de Internationale Socialisten, Doorbraak en anderen. Ik denk op OV-campagne of iets anders. Wij rijden samen, heet het hier in Nederland. Dus. Goede aanvulling. Dankjewel. En dan vind je het ongetwijfeld. Want volgens mij kunnen we alleen winnen als we samen staan. Nice.